Deze Fates Beleid video wordt mede mogelijk gemaakt door Glaceon EX. Oh ja, en natuurlijk ook Genekenhart. Goedemiddag allemaal, welkom terug bij de laatste part van de Fates Collide Booster Box. We hebben nog 12 pakjes te gaan. En ja, we hebben een hele mooie pols op het pak hebben gekregen in de vorige voorgaande aflevering. Spoilers! Hij blijft in beeld, jongens, kan er niks aan doen. We hebben nog 12 pakjes, dit is de laatste part van Fates Collide. En ja, dat dan eindelijk deze sessie weer van een Booster Box. Nogmaals, hij is mede mogelijk gemaakt door Genekenhart. Ik kan niet vaak genoeg zeggen, want ik vind het echt heel erg gaaf dat ik de opportunity heb gekregen om deze video te maken, dankzij Genekenhart. Dus ja, laten we gelijk al even beginnen met deze pakje. Ik wil de video natuurlijk niet te lang maken, omdat we hier ook een outrootje natuurlijk erbij gaan krijgen. Dus ja, laten we er maar gewoon mee gaan beginnen. Even van voren, van achteren naar voren toe. En we beginnen met de Power Memory, gevolgd door Adino, Spirit Link, Slapende Wigglytuff, Bronzor, Seal, Snubbull, Fennekin, Jigglypuff, Reverse Holo Snivy. En gaan we gelijk een blaas beginnen! We hebben een Mr. Mime als regular rare. Misschien zal ik hem gewoon eventjes de rotzooi op de stapel te gooien. Ik moet zeggen, het is nu Itsy Pitsy afgekoeld. En dan bedoel ik ook echt een Itsy Pitsy maat. Aangezien dat, ja, het is vandaag echt een hele benauwde warme dag weer geweest. En het is op dit moment actuur. Normaal gesproken neem ik niet zo laat op. Maar aangezien dat de temperatuur zo enorm heet was, heb ik er zelfs eventjes een break in moeten gooien. Haha, een break. Misschien vinden we wel een break in dit stap. Dus we wel niet klaar zijn, dat gaat op dit moment gebeurd. Maar ja, ik moet zeggen, ja, het was wel heel erg warm. Goed, we hebben een Loudred. We hebben een Fairy Drop. We hebben een Cincino. We hebben een koffie. Hij heet elke keer anders, ik weet het, jongens. Burmy. Wallaby. Larvitar. Seal. Reversed Holo Carbink. En dat is zeker heel erg nice. En regular rare Marowak. Meh. Oké, okay, nou ja, in ieder geval, het is iets. Deze gaan we even weg. We gaan er een beetje iets sneller doorheen. Hè. Ik vind het wel grappig hoe dat eigenlijk die Glaceon in elke part een andere locatie heeft gehad. Ik moet wel zeggen, ik heb helaas nog niet de reacties kunnen lezen van de voorgaande parts. In verband met, ja, dit werd natuurlijk in één sessie opgenomen. Maar ik ben zeker heel erg benieuwd wat voor reacties binnen zijn gekomen over hoe dat jullie, ja, ervaring was met een boosterpakje. In ieder geval, Alakazam Spirit Link, Fairy Drop, Weezing, Fennekin, Meowth, Larvitar, Burmy, Cottony, Reversed Holo Explode. We gaan eigenlijk best wel snel door de pakjes heen. En Muffin. Nou, ik heb hem nog niet gezien, maar weer een regular rare. En dan ben ik eigenlijk, ja, vind ik best wel jammer dat we die tegenkomen. Misschien is het handig als ik wel minder tegen de camera aan stoot. Ik stoot dan wel heel erg vaak tegen de camera aan. Sorry. Nou ja, kan gebeuren. In ieder geval, we hebben nog niet zo'n goede start als dat we gewend zijn bij de voorgaande part. Want echt serieus, toen konden wij alles uit elkaar schreeuwen ondertussen. Dus we hebben een Fossil Excavation Kit. Wormadon, ik ben vergeten de boek op te ruimen, zien jullie dan. Kabuto, Riolu, Spoink, Diglett, Larvitar, Meowth, Reversed Holo Deerling, die ziet er zeker nice uit. En een Holo Rare Tyranitar, die hebben we toen ook gevonden in de Kindra box. Hier is hij terug. Nou ja, het is onze eerste Holo Rare, dus op zich niet echt verkeerd om die tegen te komen. Dus ja, yeah. We gaan gewoon gelijk eventjes verder. First half van first half van Hallo Rare. Het is altijd leuk om je tegen te komen. Dus waarom niet? Deze die gaat over naar die kant. Oeps. Dankjewel, logootje van René, omdat we heel eventjes. Het zijn ook van die blunders, weet je wel. Nogmaals, ik kan codes helaas niet als giveaway wegdoen, omdat de codes worden nog steeds gebruikt. Dus ja, misschien dat ik een keertje een code als giveaway kan doen. Maar dan moet ik natuurlijk heel eventjes naar gaan kijken. En als dat een keertje zou komen, dan zal het bij een unboxing video natuurlijk komen. In ieder geval, ik heb Wormadam. Zygarde. Whimsicott, Riolu, Binnacle, Slowset, Spoink, Gattita. Oh, en daar komt er weer een break. Je verwacht het niet met die breaks omdat ze komen op de plek van de Reversed Holo. Je verwacht het niet. En dit is een van de geweldige breaks die heel vaak gebruikt werd in anti-EX decks. Deze die is zeker heel erg nice. En ook de artwork is natuurlijk heel erg nice. Dus, wat hebben we nog meer? Snorlax. Nou ja, maar niet. In ieder geval, ik zet Karik heel eventjes daar neer. En regelen recht. Die kon natuurlijk daar te liggen. Maar, ja. Toch weer een break te pakken gekregen.
gezien als een rotkaart. Mensen waren eigenlijk nooit blij als ze die kaart zagen. Glacial daarentegen, daar waren ze dan ook minder enthousiast over. Maar het is Glacial en dan vonden ze het alweer awesome. In ieder geval, Wigglytuff, Mega Catcher, Alakazam Spirit Link, Minkino, het blijft elke keer anders. Dealing, Carbink, oh, geen spoilers. Fennekin, ja, ik weet dat je naar die break toe wil, maar dat gaan we dus niet doen. Solosis, Reversed Holo Riolu. Oh boy, oh boy, oh boy, Full Blood Alakazam EX. En volgens mij is dit de secret rare. Holy snuipvogels. Oh, deze die is mooi. Oh, deze die is mooi. Volgens mij was een gouden rand was secret rare. Ik weet het niet zeker. Maar natuurlijk, het allerbelangrijkste van deze kaart. Ik weet niet of jullie het al door hadden, maar het allerbelangrijkste van deze kaart. Het allerbelangrijkste van deze kaart. Wauw, deze die is nice. Oké, okay, ik ga hem helemaal in beeld hebben. Focus! Dank je. Wauw, deze is mooi. Wat een mooie Umbreon. Elke zijn EX. Ik moet zeggen, ik vind hem zeker heel erg mooi. Zeker als... volgens mij is het echt een secret rare. Dat weet ik niet zeker. Maar damn, die is mooi. En wil ik naar mijn kaarten gaan schieten? Voel je stoute Rick. Dus, nou is de vraag, zou ik die niet doorgaan in mijn collectie willen hebben? Vergeet niet, de waarde van kaarten zit er altijd in. En ik ben een enorme Eevee-fan. Maar met een full art Umbreon die ik volgens mij al 2 of 3 heb ondertussen, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk al heel erg tevreden ben. Dus nee, deze kaarten die gaan natuurlijk weer netjes naar René toe. Dus dan zijn jullie daar wel van op de hoogte. Ik bedoel, het klinkt allemaal heel erg leuk, maar het is natuurlijk om te laten zien wat er in die kaartjes zit. En anders zou dit niet mogelijk zijn, want ja, die kaarten die zijn best wel prijzig. Wormadon, Servine, Shauna, Fennekin, Seal, Diglett, Snivy, Koffing, Jigglypuff. Oh, wat zijn dat wel te snel? Mega Alakazam EX, dat is de kaart. En volgens mij is het ook nog eens een keer de full art. Holy snijkvogels. Jongens. Ongelooflijk dit. Oh, mijn hemel. Ik ben er stil van. Ik ben hier echt stil van, jongens. Niet alleen hebben wij de Full Art Secret Rare Alakazam EX, maar ook nog eens een keertje Mega Alakazam Full Art. En dat was het. Dat was de meest gewilde eigenlijk van Fates Collide. Dat was echt de meest gewilde pakje of kaart die ze in Fates Collide willen hebben. Ik zeg heel eerlijk, voor mij niet. Voor mij was het echt de Glacium en de Umbreon. Not surprise natuurlijk. Maar dat is de kaart die je wil hebben. Dat is de kaart uit Fates Collide waar iedereen altijd over sprak. En wij vinden hem hier gewoon. Wat? Na zelfs de Secret Rare. Oké, we hebben Team Rocket's Handiwork. Altaria Spirit Link. Chaos Tower. Minkino, Spoink, Goffin, Cottony, Larvitar. We trekken de ene naar de andere. Een Aerodactyl als de regular rare. We trekken echt van alles nu. Holy snijkvogels. Bronzong break er ook nog eens een keertje bij. Zo nice. Oké, het is niet de break die eigenlijk meest gebeld is. Dat is voornamelijk de Delphox break. Die was heel erg gewild. Maar damn. Gewoon damn. Wat een kaart die we nou in één keer trekken. Hoeveel pakjes hebben we nog? We hebben er nog 4. Oké. Okay. Ja, deze 4. Dus maar. Wat een kaart is echt. Maar ja, komen we Umbreon? Ik weet dat dat misschien te veel gevraagd is, maar dat zou helemaal geweldig zijn. Oké, we hebben Loudred, Dewgong, Pupitar, Jigglypuff, Riolu, Bronzor, Deerling, Carbink,
Reversed Hollow Old Ember Aerodactyl. En oh mijn god. Oh mijn god, jongens. Het houdt niet op. Het houdt gewoon niet op. Genesect. Ik ben sprakeloos. Hebben jullie dat hoor? Ik ben gewoon sprakeloos. Genesect EX ook nog eens in een keertje bij. Jongens, jongens, jongens. Gaan wij gewoon door. Houden we deze streak vast. Gaan we nog verder. Ongelooflijk dit. Part 3 is echt de grote klapper. Zo. Het houdt gewoon maar niet op. En dat willen we ook niet. We willen dat hij doorgaat. Ga door. Scorchard, goeie kaart. Braxton. Fairy Garden. Bronzor. Broomy, Carbink, Larvitar, Diglett, Reversed Hollow Pokémon Fanclub. Oh, die blijft altijd leuk om die zo terug te vinden. En ik ben bang dat hier, ja, hier houdt eventjes de streak op. Maar we hebben nog pakjes, het is nog niet voorbij jongens, maar ik moet zeggen, we kunnen niet klagen. Oh mijn god, we hebben Openstar dan als een regular rare. Hartstikke mooi, ik leg hem daar eventjes bij. We hebben nog 2 pakjes. Alles is nog mogelijk. Het zou mooi zijn als we Gabriel natuurlijk nog vinden. Voor mij, maar ik moet zeggen, dit is een boosterbox uit duizenden. Iedereen die heeft gezegd dat Face Collide waardeloos is, serieus, slik je woorden in. Face Collide is nog vandaag de dag steeds awesome. We hebben de bulk niet opgeraakt. Oeps. Ik ben zo enthousiast op het moment. Serieus jongens, deze wauw. Devolution Spray. Wormadon. Elke zelf Spirit Link. Nou, dit kan wel goed van pas, denk ik zo. Solosis, Snivy, Snubbull, Binnacle, Meowth, Reversed Hollow Fennekin. Oh, die is nice. Ik moet ook zeggen, daar met Chikorita. Het doet me een beetje denken aan Pokémon Mystery Dungeon. Ik moet heel eerlijk zeggen. Goed. Gaan we terug. Zijn we terug. Een Leeroy. Voor het dan. Lucario Hollow Rare. Ik moet zeggen, ik vind hem heel erg mooi. Ik moet ook zeggen, de art die dan op Lucario zit, ik pak hem nog heel eventjes bij. De art die daarbij zit, is zeker heel erg mooi. Plus deze kaart werd nogal veel gebruikt in tournament decks. Dus een hele mooie kaart. Hoe weet ik dat? Ik heb me er een beetje in zitten te verdiepen, zodat ik wat meer informatie kon geven over de kaarten. Plus, het is een iets oudere serie, waardoor dat er al veel geschiedenis zit in de kaarten die erin zit. En ik snap niet waarom dat Face Collide zo negatief is neergezet, terwijl dat Face Collide awesome is. Face Collide blijft geweldig. Face Collide is awesome. Goed, editor. Ik was het bijna vergeten. Spannende muziek. Dit is het laatste pakje. Komen wij nog een Umbreon tegen? Komen wij nog Umbreon EX tegen? Dat zou geweldig zijn. Al zijn we Umbreon eigenlijk al daar tegen gekomen. We zullen het zien. We hebben de Random Receiver. We hebben een Wormadon. We hebben Old Ember van Aerodactyl. We hebben de Jigglypuff. We hebben de Deerling. We hebben een Riolu. Die zijn we een paar keer al tegengekomen. Snubbull, die daar nog steeds onder de tafel ligt. Binnacle. Reversed Hollow Mr. Mime. Jongens, we gaan afsluiten met een blast. Regirock EX. Oh mijn hemel, jongens. Ik bedoel serieus, kijk naar de polls die we hebben als laatste aflevering van deze boosterbox. Ik bedoel maar, geniaal gewoon. We hebben een Secret Rare Alakazam. We hebben de Full Art Mega Alakazam EX. We hebben Regirock EX. We hebben Genesect EX. We hebben nog andere EX'en uit de vorige die al opgeborgen zijn in de doos. En natuurlijk mijn prachtplaatje, Glaceon EX. Nou, en natuurlijk zijn jullie heel erg nieuwsgierig naar hoe dat dan de Full Art eruit zou zien. Ik pak hem heel even bij. Geef me even een seconde. Jongens, ik kan het niet op een leukere manier afsluiten, maar ik heb hem hier heel eventjes uit mijn dek gepakt. Dit is de Full Art Glaceon die er dus ook in zou kunnen zitten. Deze komt niet uit deze boosterbox, deze die komt toevallig uit mijn Eevee deck. Die ben ik toen, volgens mij heb ik die gerolen voor, toen volgens mij een Alakazam EX, ik weet het niet meer zeker. Niet de Secret Rare, maar gewoon een Alakazam EX. Maar dit is dus de Full Art waar dat ik het over had. En Umbreon, ik heb mijn map hier toevallig liggen. Ik had het jullie beloofd, als een leuke afsluiter, pak ik heel eventjes mijn map erbij. En daar hebben we de Full Art Umbreon, waar ik het ook over had. En ja, daar zien we hem, Sylveon natuurlijk. Ja, deze map die zit echt helemaal vol met alle Eeveelutjes. En natuurlijk heel veel Eevee kaarten en noem maar op. Maar dat in een andere video. Jongens,
Ik dank jullie sowieso voor het kijken naar deze aflevering. Deze aflevering gewoon, wauw, we hebben zoveel pools te pakken gekregen. Waarvan je zegt, ik denk gewoon dat het echt de beste pools was die we uit Face Collide konden krijgen. Deze aflevering, ja, wauw. Gewoon simpelweg, wauw. Ik heb hier nog de boosterbox, nou zoals jullie kunnen zien, hij is helemaal leeg. Dus er zit niks meer in. Er ligt hier een hoopje van alle verpakkingen. Het is echt een rommeltje, ik moet het echt gaan opruimen. Ik heb nog één unboxing op het moment nog in de planning staan. Dat is deze hier. Die komt binnenkort. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten. Wat is nou jouw favoriete kaart van Fates Collide? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Wil je zelf een bestelling een keertje maken voor een leuke boosterbox of voor een leuk setje kaarten? Kun je altijd terecht bij René Cards. Link staat natuurlijk in de beschrijving. En ja, voor deze geweldige pols kan ik alleen maar zeggen, laat natuurlijk een like achter als je daar de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. Mijn naam is Trainer Stevie. Ik ben mijn pet vergeten weer op te doen. Stoute ik. Jongens, het is warm. Klesion, kun jij misschien even een beetje voor airco zorgen? Dat zal heel erg fijn zijn. Ik dank jullie voor het kijken. En tot de volgende keer weer bij een nieuwe video van Trainer Stevie. Tot dan. Doei!